Silke van Silke Vlogs. Vorige keer heb ik mijn haar gekruld en nu moet ik het natuurlijk ook weer stijl krijgen en daar heb ik ook een nieuwe tool voor. Ik heb namelijk een nieuwe stijltang. Het is de Freepak Mondial Touch stijltang. Het speciale aan deze stijltang is dat hij een bewegingssensor heeft die registreert wanneer je hem gebruikt en wanneer niet. Als je hem meer dan 3 minuten niet gebruikt, dan gaat hij in slaapstand. Het is vrij dun. Ik gebruik zelf meestal een grotere stijltang, want ik heb niet al veel haar en dik haar om te stijlen. Wat ik direct al merk is, als je hem dicht duwt, dan heeft hij zo van die veertjes aan de platen, waardoor je hem hard of zacht kan indrukken. Hij heeft één knop om aan te zetten. Je kunt de temperatuur niet instellen. Oké, hij is dus nu al opgewarmd. Dat duurde letterlijk 20 seconden, 10 of 20 seconden. De platen zijn keramisch. Heel belangrijk. Dus ja, we gaan hem proberen. Ja. Oké, dus dit is het verschil. Het moet misschien een nieuwe trend worden, zo. Aan de ene kant stijlen en aan de andere kant krullen. Oké, ik ga toch even de rest van mijn haar stijlen. Oké, ik heb mijn haar gestijld en dit is het resultaat. Het ging super snel. Ik denk dat ik 5 minuten ben bezig geweest om mijn haar te stijlen. Ik vind het wel lastig dat je de temperatuur niet kunt instellen, want ik weet eigenlijk totaal niet op welke temperatuur ik mijn haar aan het stijlen ben. Ik vind het echt wel een super positieve stijltang. Echt wel nice.